Ja, laten we dan met die inhoud beginnen. We blijven nog wel een beetje in het thema verbouwen. Familie Meiland houdt daar natuurlijk enorm van, dat is geen geheim. Maar in plaats van aan een huis verbouwen, heeft Maxime nu aan zichzelf laten sleutelen. Ze heeft een cosmetische chirurg ingeschakeld om zich van haar onderkin af te laten helpen. Nou, ik heb mijn onderkin weg laten zuigen. Ik was er al zo lang mee bezig en ik heb wel eens een filler geprobeerd in mijn kin, zodat dat toch een beetje wegtrok. Maar ik dacht, nou ja, het moet gewoon eruit. Dan ben ik in één keer van af. Dus het is even een week zo rondlopen. Maar wat ze doen is, ze maken 3 hele kleine gaatjes. En daar doen ze dan vloeistof in die ook meteen verdooft. En dan halen ze dat eruit met het vet. En blijkbaar was het meer vet dan de dokter had verwacht van tevoren. Dus ik was heel blij. Ja, Lili zei, Jezus, wat ben je nou weer aan begonnen? Waarom? Wat een gezeik. Maar ja, aan de andere kant zegt hij, ja, meid, als jij het wil. En jij wordt er gelukkig van. Dat doe je toch gewoon. Ja hoor, dus hij, ik mocht zelf niet rijden, dus hij ging mee. Dus ik kwam zo die kamer uit en hij moest zo lachen. Ja, het is natuurlijk ook een heel vreemd gezicht. Don't be dramatic, it's only some plastic. No one will love you if you're on the track. Nee, ja. Geen nieuw decor tegenop. Jij zit alleen maar... Nee, maar hij zit alleen maar te lachen tijdens het item. Waarom moet je zo'n lachen? Nou ja, ik heb die behoefte niet om dat te laten doen. En maar, ja, als je dat zou je geen gek doen. Nee, van deze hoek. Ja, ik heb dan zoiets van, ik ga minder eten of ga sporten. Of, nee, ja, maar voor een vrouw is dat heel anders. Soms heb je dat gewoon. Het is gewoon ook erfelijk bepaald. Hè? Dat je de neus van je vader hebt of de onderkin van je moeder. Of weet ik veel wat. En zij had best wel een lekker vriendje hier zitten, hoor. Over de ouders gesproken, ik kan me zo voorstellen dat Erika alleen maar roept, wat een onzin, dat is toch een nergens natuurlijk. Maar daarentegen heeft zij gelukkig weer Martien als vader, die zegt, meid, als jij daar gelukkig van wordt, dan moet je dat lekker doen. Dus ik ga met je mee. Dus zij heeft dat lekker laten doen. En ik vind het wel heel erg leuk dat ze daar zo ontzettend eerlijk over is. Dat kon eigenlijk niet anders, want ze ging een van die 2 kleintjes naar school brengen vandaag. En ze zat in de auto. En ze dacht, ja, ik kan toch niet zo het schoolplein op. Maar dus ze zei, dag, fijne dag. Maar er waren allemaal mensen die naar binnen zaten te kijken natuurlijk. En dan zat zij als dat paasei achter het stuur. En toen heeft ze bedacht, weet je, ik zet het gewoon op Instagram. Dan ben ik er vanaf. Ik doe dat ook wel eens. Dat ik denk, ja jongens, dit is het. Je kan er wel beter voor zijn. Want anders was iedereen natuurlijk gaan raden. Zijn het je oren? Ja. Maar het is niet iets nieuws voor haar, toch? Zij heeft al vaker... Ja, ze heeft het eerst geprobeerd met een beetje fillers in haar kin. Om te kijken of als die kin groter werd, dat dit dan minder opviel en je haakt af, zie ik. En, daarna heeft ze nog wel inderdaad ook die neus van de vader. Die hebben we er weer even opgezet, als het goed is. Dan kan je zien hier rechts. Oh. Dus zo was het ongeveer. Die hebben we er wel even opgeshopt, hoor. En ze heeft toen die linker neus laten maken. En ik vind dat ook dat haar ontzettend goed heeft gedaan. Dus ik ben... Ik ga even Alberto Stegeman een appje sturen... of dat hij kan uitzoeken wat er met het vet gebeurt. Nou, ik zou jou zeggen... ik heb echt nieuws voor je. Ik weet niet of dit vet kan. Maar normaal gesproken kan je dit vet dan ook weer hergebruiken... in ergens anders in je lichaam. Oké, ik denk dat we dus je genoeg kan weten. Bijvoorbeeld je lippen open. Laten opspuiten. Over de verbouwing van Maxime. Zullen we het over de huizen en de woonplannen hebben? Over die andere grote verbouwing. Nou, ja. die moet nog beginnen. Ze zijn druk bezig. Ze hebben natuurlijk een plotje gekocht in Noordwijkerhout. Een plotje. Een stukje land. Een kavel, bedoel je? Een kavel, een plot, een kavel. En daar moet op gebouwd worden. Dus er zijn nu mensen aan het zoeken die dat helemaal mooi kunnen gaan maken. En haar eigen huis heeft ze natuurlijk sinds kort te koop staan. Er is al één iemand wezen kijken. En daar hebben we Maxime ook nog even naar gevraagd. We hebben toevallig morgen weer een bezichtiging. Ja, best wel positief. Want het staat nu een week of 2, 3 te koop. En dit is de 2e bezichtiging al. Maar wanneer ze haar huis verkoopt, zal ze natuurlijk ook een nieuw huis moeten hebben. Dat laat echter nog even op zich wachten, want de eerste steen is nog niet eens gelegd. We zijn nu met de bouwer in gesprek. Daar zijn we al 2 keer geweest. Nou, en dan moeten we natuurlijk dingen gaan beslissen. Wat voor indeling willen we? Ja, het is wel lastig, hoor, maar er is daar een hele goede architect. Dus wij kwamen gewoon met een lijst van, oh ja, nou, we willen een werkkamer. We willen een schouw ergens gezellig. Nou, en die ging tekenen. Toen dachten we, oh ja, we werken er nu naartoe, zeg maar. Het wordt helemaal ons huis. Dat is natuurlijk enig. Our house.